Hallo kijkers van Shine Sprites, ook weer een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nanowing. Lekkering. Zeker lekkering, we zijn bij de Pokémon League. Vandaag gaan we de Elite 4 doen en de Champion, dus het kan best een lange aflevering worden. Dan is de volgende aflevering, de laatste aflevering, de allerlaatste Cage Match. Zekering. 6 tegen 6. Double battles. Met Terra. Met Terra. Dat moet ik niet vergeten. Schrijf het op. Nee, dat is niet nodig. Oké, leave me alone. Leave Brittany alone. Oh ja, je vecht niet gelijk tegen haar als je de review hebt gedaan. Of de interview, is het. Mm. De eerste stap, Milan. Oké, niet schrikken, hè. Het eerste wat we moeten doen, ja, is we moeten op de stoel gaan zitten. Oh jee. Dus niet bang zijn. Komt goed, komt goed. Ik hou je hand vast. Zo. Lekkering. Lekkering. Dat is stap 1. En nu moeten we de vraag beantwoorden. First things first, let me see how many gym badges you have. Excellent, you have all 8. Next, I would like to ask you a few questions, if you wouldn't mind, Milan. Please think carefully. Okay. Let's begin. How did you get here today? Maakt niet uit. Pokemon. Oh. Oh, kut. Je hebt het al verneukt, ding? Very good. Please tell me the name of the school you enrolled in. The Naranja Academy. Ik las de vraag niet en ik koos al, want ik zat bij jou te kijken. Oeps. So what brings you to the Pokémon League today? I want to become a champion. The champion! Now, what would you intend to do when you become a champion? Maakt dit uit? Nee, want je moet het deze wel onthouden, want ze gaan het nog een keer vragen. Oké. Which of the 8 gyms gave you the most difficulty? Dulavincia, want dat is Iono. Oké. I see. En dat was Electric. Oké, nu moet ik even goed lezen wat er wordt gezegd. Moet je voorstellen als dit een race was. Oeh. No. Rood. Kijk, UFA. I came to catch Pokémon. Oeps. Might be. Strong. Ik wil Strong Menio worden. I see. Dag vuile bitta. Lekkering. Do you like Pokémon? Yes. Fout, wegwezen! Nou, het kan wel. Als je nee zegt, dan word je gewoon eruit gebonjourd. You failed. You have met a lot of Pokémon. Is dat zo? I think the fire clock. En dan zegt ze nee. You failed. Hoe weet ze dat überhaupt? Ja, ze weten alles van je. What the freaking. What the freaking frick. I see. The final question. Can we like it a little higher? De laatste vraag zou de antwoorden maar tegenovergestelde zijn. Dat de eerste optie nee is. Ja. Opnieuw. Opnieuw. Get fucked. That was the interview. Now get the fuck out of my room. Na 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 na. Oké, vuile bitta, schiet op. Ik wil jou voor Marceline.
green. Het is zeker geen cakewalk. Tenzij je een level 100 Pokémon hebt. Ha, you wish that you cash. A wish cash? A wish in cashing. Wish in cashing. Cashing the wish. Wee. De kamer is zo leeg. Ze hadden echt zoveel shit kunnen doen in dit gebouw om het wat interessanter te maken. Al hadden ze van deze paletten gewoon zeg maar RGB kunnen maken. Ja, inderdaad. En dat het dan de kleur wordt van de Elite 4 waar je tegen vecht. Dus in Rika's geval bruin. Ja, yeah, oh my in... god. Dan zit je wel in de poepkamer, maar... We love de poepkamer. We love de poepkamer, joh. Zij heeft ook de poep Pokémon, dus dan mag het. Zekering. Welke is dat? Clodsire. Juist. I'm finally looking forward to this. Ik ook, want ik gebruik één keer Giga... Oh. Zag je dat? Nee. Oeh, je Torterra was bijna dood. Ja, hij deed Blizzard. Dat had een feest geweest. Bruh. Torterra heeft niet genoeg liefde van me gekregen. Nou, dat viel nog wel mee. Ja, dat viel nog wel mee. En je hebt de leftovers. Bubble Beam. Ik ga voor de waterpuls. One touch, one kill. Am I right, boys? You are right. Oh ja, misschien is het handig om ook het team een beetje erbij te pakken. Dan weet ik wat ik kan verwachten. Oké, doen we eerst dit. Komt hij met zijn earthquake? Of taken we? Juist. The Root Sandstorm? Maar ik ben een ground Pokémon. Deed hij gewoon The Root Sandstorming? Ja. Yeah. Dat is niet normaal meer. Zeker niet normaal, hè. Ductrio. Zij gaat sowieso terrestrializen met die Clodsire, of niet? Ja. Oké. Okay. Oeh, ik wist niet dat die water absorb had. Die Clodsire? Ja. Oeps. Did you do an oopsie? Ja. Yeah. Uh-oh. Nee, ik word gebufft. Kijk, Torterra. Ah, hij protect. Oké. Je protect, je bitconnect. Wat is bitconnect? Ken je die meme niet? Nee. Bitconnect! Woehoe! Nee. Bitconnect! Dat was zeg maar, je had de opkomst van crypto. Ja. En toen kwam er zo'n Ponzi-scheme voor een andere cryptomunt, wat Bitconnect heette. Oké. Dan hadden ze helemaal zo'n presentatie opgetoverd. En dan was er een guy, die heette Carlos Mensa. En die ging helemaal los over hoe geweldig Bitconnect was. Dat, okay. Dat hij heel veel geld erin heeft gestopt. Om dan later een huis of zo mee te kopen. Interessant. Maar ja. Was echt de bullshit van je welste. Maar het was wel grappig. Toxic. Ja, maar dat mag niet. Haha, ik ben poison type loser boy. Nee, ik niet. Kutzooi.
Kijk. Hij protect, dat mag pas niet. Een vuile bit aan. Zeker een vuile bit aan. Dan moeten we hier naar kijken. Nee. Nu kan je niet disconnecten. Kijk, komt hij met Earthquake? Aardschut. Juist. En dat doet helemaal geen ene tyfus. We do be loving, geen ene tyfus. Inderdaad. Nou, en als hij niet... Nou ja, hij kan niet, ze healen niet. Ach, oh. Oh lol, ze hebben een kind van 2, hebben ze een gymleader gemaakt. Wow. That's pretty cool. Oké. Okay. Oh, gaan ze het zo spelen, hoor. Zeker, Rain. Ja, dit kan nu mijn fucking match kosten. Ja, dat risico ga ik natuurlijk niet nemen. Hoe graag Milan dat ook zou willen zien. Nee. Ja, oké, okay, misschien wel. Dan ga ik even kijken alvast naar de volgende match. Wat hebben we hier? Een stalen type. Een stalen type. Oké, gaat hij weer protect doen? Ah nee, nee, nu ging hij voor iets anders. Een copperatja, een copperatja. Een copperatja, een copperatja. Ja. Ja. Sarcastische klap van Rika. Oeh, je hebt gewonnen. Drie berichten op Discord. Een vlammenwerper. Een vlammenwerper. Koparatje die is niet dood. En hij doet steltrok. Nu ben ik boos. Oh nee. Our table is broken. Met een full heal je de PP niet, toch? Nope. Dat is wel goor. Yep. Maar als we alle battles hebben gedaan, dan wordt je hele team geheeld. Voor Gita? Of dat niet? Ja, voor Gita. Echt? Ja, oh, zeker. Zou in oude games nooit kunnen. Nee, maar je kon ook nooit in de box. Tijdens de Elite 4, maar... Kan dat nu wel? Ja, ik kan gewoon in je box. What the fuck? Wist je dat niet? Nee. Wat is dat voor een bullshit? Wie heeft dat bedacht? Nu wordt de neuslok toch iets makkelijker. Oh, waarom gaan ze gewoon niet in één keer dood? Oh, dat is kut. Oh. Afmaken. Oh. Smoosh hem. Smoosh hem. Je smoosh je moeder. Wow. Aha. Flamethrower. Hoe durf je mijn moeder te smooshen? Kijk, ik krijg nu ook de stijl voor rocks. Under pressure. Dum. Wie gaat voor Magnezone? Hij is wel in de zone. Hij is zekering in de zoning. Maar deze heeft zekering ook sturdying. En daar ben ik maar al te goed van bewust. Ja, de Magnezone is sturdy, ja.
dan doen we gewoon air slash. Flinch. Kut. Ja, dit is natuurlijk super kut. Maar ik moet wel voor flamethrower gaan, want dat is de beste move die ik heb. Overleeft het. Zo. Oh, wat is dat toch met die perks, maat? Als jij het niet bent, dan is het de AI wel. Ik denk dat het een ander probleem is. Nee, het is niet een you-probleem. Dat kan niet. Die lightscreen is nog steeds in effect, of niet? Ja. Dat is super kut. Denk het dan in. Pardon. En de stealth rock zo. Kijken, want de bronzong heeft earthquake. Dat ding heeft Stone Edge. Uh-oh. Oh, dit wilde ik niet doen. Oké. In ieder geval is de light screen weg. Eerder kut. Clutch it. Nice. Easy. Kijk, Corviknight. Gaan we weer naar Charizard. Tweejarige meisje is ook verslagen. Lekker. Zo, dat doet toch wel wat. Oké, dat is Corviknight. Bad for three. Dat is Larry. 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 No. Ik hoop dat dit een juiste keuze is, maar... De juiste keuze is reuze. Ja, meestal is de eerste keuze wel reuze. Larry. Dit duurt weer even. Dan kan ik ondertussen kijken bij jou. Ja. Larry kijken heeft een Tropius. Kijken wat's gebeurd. Hij is gewoon sneller. Kijk het onhemmer. Damage valt wel mee. Ja, dat gaat helemaal niks doen.
Oké, dat was het 2-jarige meisje. Staraptoring. Oh. Dat was dom. Nou, Doom heeft... Nou, niet per se dom, maar... Nou, dat is een beetje kut van Houndoom. Is niet zo'n goede defense. Maar... In ieder geval heb je Azumarill nog. Die kan hem sowieso helemaal kapot stampen. Wat? Wat deed hij? Brave Bird. Oh. Crit, maar. Ja. In ieder geval leeft hij nog. Kijk, Larry van de Elite 4. Snap jij waarom heel veel mensen fan van Larry zijn? Nee. Nee, ik vind hem ook niet zo, zo interessant. Time to go to work. Ja, je moeder. Ik ben al aan het werk. Ik gok dat hij voor... Waarom doet... die wil maar burnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Had jij ook misbruik gemaakt van de troopje Sunny Day? Nee. Oh. Ik ga er vies misbruik van maken. Vuile bitta. Zeker vuile bitta. Flare Blitz. Intellion Hydro Pump. Dat kan ook wel. Let's go, Bob. Zeker, let's go, Bob. You got this. Jij bent niet de enige met een flying typing. I'll take those. Bob got this. Lekker Bob. Hij doet gewoon wat Bob moet doen. Bob just bobbing. Inderdaad, ding. Laat Bob lekker Bob zijn, dan komt het wel goed.
Zo, maken we hem af. Is wel kut. Het is een beetje mijn zwakke plek. Ik heb niks voor dragon. Dan is de volgende lastig, want dat zijn allemaal dragon type Pokémon. Ja. Kut. Nou ja, gelukkig zijn het wel dual types, dus de meeste in ieder geval, dus ik kan wel wat verzinnen. Kijk hoeveel dit doet. Nou, dat valt wel mee. Ik ben in ieder geval sneller. Ja, nu krijg ik de Perhex. Yes. Justice. Gerechtigheid. Oké, en dan doe jij nu niet. Ah, jammer. Brave Bird. En de Oricorio. Zoveel damage, holy shit. Is wel echt kut. Oké, wie take boos? Kom op, hit er doorheen. Godverdomme. Nou, daar hebben we wel een oplossing voor in ieder geval. He do be having an oplossing. Ja. Spam healing items, jongens. Sandring zou dat ook in doen, ing. Lekker Sandring. Ik ook. Jij ook in, lekker in. Ja, nu ben je klaar. Weg met jou. Vuile Oricorio. Vuile Oricorio in die ding. Hassel komt er nu aan. Hassel, mijn Hassel. Kijk, we gaan het safe spelen. Hassel wordt weer een geval apart. Wist je dat Backscalibur maar 3 moves heeft? Ik zie het nu, ja. Holy damn. What the fucking. Dat is niet zo best. Voor hem dan. Voor ons is het wel handig, enigszins. Ik heb wel in ieder geval een idee voor Hassel om te doen. Goed zo. Kan alleen even iets langer duren, maar. Een home class zeker. Ja. Nee, ik wist dat hij. Holy damn, 90. Even kijken wat de high rolls zijn. Um,
Ik heb het toch. Ik had het toch 211, dus ja. Ik kan ze net zo goed gebruiken. Ja, precies. Oké, nou dan gaan we. Nu gaan we drill pack doen. Nu ben je echt min 2 of zo. Defense. Overleeft het, wauw. Oeh. Maar ja, pas wel op, want dat is poison. Ik weet het. Ha, zijn pp oh. Is op. Ah. Ik zie nu dat Dragalge ook Hydro Pump heeft. Oh. Ga anders naar Bob. Toch, want hij heeft geen Toxic of iets, hè? Hij heeft ook Thunderbolt, hè? Niet Dragalge. Ik zie het, ja. Daar moet ik zo meteen ook mee dealen. Ik heb niet iets anders wat ik zou kunnen gebruiken. Water Absorb, bitch. Hey, let's go. Crystallize heeft niet zoveel zin. Delightful. Maar echt. Is dit de moeilijkste Elite 4 of de makkelijkste? Of een beetje ertussenin? Deze? Ja. Ja, ik durf het nog niet hard op te zeggen. Maar ik heb best wel een goed team voor Dragon, zeg maar. Oh, of bedoel je in totaal, zeg maar, de hele... Ja, eigenlijk bedoelde ik algemeen. Oh, nou, zeker niet de moeilijkste. Welke is dan echt moeilijk? Sinnoh vind ik wel moeilijk. Ja, I feel that. Black and White kan ook wel moeilijk zijn. Ik denk de makkelijkste is... En Gen 2 vind ik ook moeilijk, maar Gen 2 vind ik moeilijk omdat je door de level kijkt. Ja. Nou ja, als je elke SM gebruikt, ja. Dan wordt het echt heel makkelijk. Maar daarmee kan je gewoon de hele games wat halen. Nou, dan gaan we. Mag ik even weten waarom Hexorus nou weer Iron Head heeft? Ja, dat hebben ze gewoon besloten. Oké. Hyper Voice. Ja, dat doet helemaal niks. Ja, daar was ik er bang voor. Wist hij dat ik ging healen? What the fuck? Die vuile bitta wist gewoon dat ik ging healen. Wat is dit nou weer? Dat is niet eerlijk. Dat is wel flowing. Ja, dat is heel flowing. Laat me gewoon even setupen. Hoeveel pp heeft Iron Head? 15 of zo. 15? Ja, is wel behoorlijk wat. Ja, 15. Holy shit. Nou, dit wordt helemaal niks zo. Het is een beetje een Thunderbolt, Flamethrower, Ice Beam move voor Steel types.
Zo, ik ben in ieder geval nu max attack. Nu kan er niks meer. Steeds fucking veel damage. Wat ik nu wel kan doen is... Hoe kan dat? Hoe kan Dragon Claw zo fucking veel damage doen? Exorus heeft een hoge attack. Kijken. Base 147. Stop met fucking super fang gebruiken. Vuile rat. Ik weet 100% zeker dat je voor Dragalge gaat. Oké. Okay. Trillpack. Ah, klerenleier. Het Long Rush. Nee. Ja, kijk hoeveel dit doet. Iets minder dan 100 damage. Ik moet even een low roll krijgen. En dan geen high roll. Oh, geflinched door Icicle Crash? What the fuck? Ja. Ja, dat kan. Zo, dat was een hele... Oh, dat was een crit. Oké. Okay. Nou ja, gelukkig dat ik die alvast uit de weg heb. Healing, Milaning! Kijk, 100, het is 98, maar... Ik hoef maar een high roll te krijgen en dan ben ik dood. Kom op, geef me een low roll. Dat is weer een crit. Ik weet zeker dat jij geen... Ja, je hebt Poison Point als ability. Hé, hey, je hebt hem wel gehaald. Lekkering. Yeah. Hé, eindelijk wat ik wilde. Drillpack. Zo, klaar. En nu moet ik tegen de Exorus. Kijken wat het beste is wat hij kan doen. Ik denk Crunch. Dat verlaagt mijn defense. Dus doen we één keer healen en dan aanvallen. Geen drop, dat is nice. Geen drop, please. Kijk, huts. Flapple kunnen we one-shotten. Niet Flapple. Sea Green Flappling. Oh, dat had ik... Kut. Dit is wel heel zuur. Oh, allemaal Pokémon zo. Ik kan gewoon bij mijn boxes. Green. Oh, dat dit kan is echt zo heftig. Okay. Ja, hè? Ja. Yeah. Kijk, Excalibur. Hij werd Dragon-type, hè? Ja. Oké. Okay.
zou hem wel moeten one-shotten. En anders wordt huilen met de kraan open. You do be laughing huilen met de kraan open. Ja. Yeah. I get that. It be like that sometimes. Kijk, deze aflevering duurt inmiddels 41 minuten en ik ga nu naar de champion. Champignontje. Hij mist de icicle crash. Wauw. Maar hij is nog niet dood. En hij heeft de lead sheet van mij. Ik ga hem voor restoren. En dan kijk ik even wat icicle crash doet. Gelukkig ben ik niet geterraad. Anders dan was het een ander verhaal geweest. Hij mist weer icicle crash. What the fuck? I feel that. I feel the misses. Meestal was ik degene die met Icicle Crash miste. Ja, nu raakt hij. Mamajita. Mamajita. Ah, shit. Of ik moet switchen, maar ik denk niet dat dat verstandig is. Reflect! Jordi, doe eens even normaal. Jordi, laat in de comments weten of het handig is om naar Metagross te switchen. Kijken, wat doet Icicle Crash precies? 70. Oké, ja, I can take that. Dan één keer drill packen, dan is het klaar. Hij mist. Oh. Wee. Klein beetje een freebie. Klein beetje maar. Kom op een crit. Nou, en er is één Pokémon waar ik zeker de Home Claw strategie niet ga gebruiken. En dat is Espavra. Of Espavra. Dan weet ik hoe het gaat eindigen. No doubt about it. Die Espartal is sowieso sneller. Goed luck. Okay. Ja, ik weet niet of ik sneller ben. Als ik niet sneller ben, dan win ik deze hele battle niet eens. Shit. Wat denk jij? Ben ik sneller of niet? Ja, dan moet ik even kijken wat de stats zijn van die. Want ik weet het niet zeker bij Spefra. Kijk, die heeft een speedbeest van 105. Die Charizard was iets in de 80, dacht ik. Maar ja, je kan ook niet healen, want die special defense is gedropt. Mm-hmm. Charizard base is 100. Dus jij hebt dan wel speed EV's, dus het is mogelijk. Maar ja, ik wil niet degene zijn die ervoor zorgt dat je Charizard doodgaat. Nee. Ik kan Charizard nu healen. Ja, maar dan doet hij weer Lumina Crash. Dat weet ik, maar dan kan ik... Oh nee, dan kan ik alsnog niet zien of ik sneller ben of niet. Nee. Kan je dan niet beter iets... Oh nee, wacht. Je kan niet switchen. Risk it for the biscuit? Ja, maar als ik Charizard verlies, kan ik de rest van de Pokémon nooit verslaan. Die heb ik nodig voor de rest van de Pokémon. Ja, dat... Krijg je speedboost van Terrestrializer? Nee. Nee. Het heeft ook geen zin, want het, je doet alleen maar meer damage. Dat is het enige wat jou helpt.
Je kan ook in dat scherm blijven en gewoon niks doen. Dan gebeurt er ook niks. Zo. Nee, hij is nou. Charles is dood. Kut. Wel free switching voor Aqua Jet. Dat wel. Het wordt niet echt een leuke cage battle de volgende aflevering. Nee. Nou, of je moet toch wat dingen meenemen. Nee, dat kan niet. Dat is tegen de regels. Ja. Wat heeft Efrook? Kom, Gogo ook nou, want ik heb het eigenlijk helemaal niet goed gezien. Ik hoop het. Denk het. Ja. Maat, wat is dat met 90% accurate moves missen? Oh, tuurlijk, dat ding is zijn headbutt. Geen flinch. Oh, weer een tyfus flinch. Wat een bullshit. Zeg dat wel. Kijk, King Gambit. Weer geflanged. Het is niet te geloven. Fucking kut. Freeza. Ik ben in ieder geval nu niet geflanched, maar... Oh, kijk, hoppa. Nutteloos move be nutteloos. Am I right? En nu een crit. Ja, dat is wel echt kut. Mm-hmm. Die had je juist op de Espafra kunnen gebruiken. Mm-hmm. Misschien komt er wel helemaal geen Final Cage Match. Oh. Ja, maar dat zou heel zuur zijn. Maar kan je niet dan doen... Ja, dat is dan weer kut omdat we nu een beetje een finale wilden doen. Maar dat je... Net zoals bij de voor de eerste gym, dat je toen weer een nieuw team... Ja, dan moet ik alleen heel veel candies gaan... dat wel. Want ik heb nu Pokémon, hè, dus ik kan ook niet even weer opnieuw ruilen. Nee. Kut, verkeerde Pokémon geheeld. Oh. Ja, die King Gambit gaat nu keihard hitten. Nice.
Maakt op zich niet zoveel geluid, hè? Nee. Die Ken Kambit kan ik toch niet verslaan. Is Fairy neutral omdat hij Dark Steel is? Volgens mij wel. Kijk, King Gambit. In ieder geval is hij mokertraag, dat weet ik wel. Kijk, Fairy is neutraal, ja. Alleen hij heeft wel een hoge defense. Dus. Nou, je terrestrialize, dus dat verhoogt wel in ieder geval de damage. En je hebt kans op attack drop. Dat zou ook fijn zijn. Eigen net. Jeez. Oh. Ja, dan moet ik hopen op een high roll. Want bij, mij kan hier, bij mij liep je stream vast. Oh. Kom op, high roll, high roll, high roll of een crit. Ja, nice. Nice. Oké. Okay. Felucia of Avalok? Avalok. Even kijken. Winch, Avalanche, Earthquake. Heal als een motherfucker. Defense. Oh, dit is wel nice. Doet hij wel iets minder damage in ieder geval. En dan kan je me net voordat je hem killt, zou je nog volledig kunnen healen. En dan, dan maak je hem af en dan heb je weer genoeg HP voor de Felucia. Als goed is heb ik hem in de volgende hit dood, dus ik moet hem dan, moet dan nu even healen. Ja. Kijk, nu krijg je weer van je leftovers en dan zo meteen als hij dood is, krijg je ook van je leftovers, als het goed is. En dan, dan is het... Ik mis. Kut. Nee, desnoods dat je nu een wat zwakkere move doet ofzo. Dat je hem dan beet. Is Bubble Beam ofzo. Of nee, Aqua Jet, want... Maar waarom zou je dat doen? Nou ja, dan kan je weer volledig healen. Ja. Ik weet niet of het goed is, zal Aqua Jet niet killen, want hij heeft een tyfus hoge defense. Ja, perfect. Dan doet hij één keer Avalanche. Dan kun je... Ik zou je nu kunnen healen en dan kan je hem afmaken. Dan moet je alleen voor Lusa en Glamora. En Glamora. Oh, kut. Ik had beter kunnen switchen. Ja, trouwens. Nee, hij is ook psychic. Ja. Dus. Dan kan je je playruf PP even opmaken.
Kijken wat dit doet. Nou, vallen we mee. Nice. Oké, en die kijken wat die Glamora heeft. Terror Blast, Sludge Wave, Earth Power en Dazzling Gleam. Oké, dus hij heeft Rock, Poison, Ground en Fairy Move. Rock, Ground, Poison, Fairy Move. Ja, die Sludge Wave is alleen spannend. Ja. Nou ja, in principe je... Oh, je kan hem switchen natuurlijk. Ja, je kan naar Huts. Switch naar Huts. Huts ass. Huts ass. En als je het helemaal wil cheesen, dan kan je eventueel spoor gebruiken. Dan gaat hij even een tukkie doen en dan heb je genoeg ruimte om te geeken drainen en energieballen. Ja, deze onzin weten. Stel, ik win deze fight. Hè. Zorg gewoon meteen de cage match erachteraan. Want die is niet meer zo boeiend als dat die eigenlijk zou zijn. Oké, als jij dat wil. Ja. Nou ja, dan hoeven we niet meer een dag te plannen. Dat scheelt dan weer wel. Spoor. Slaping. Slaap, lekker slaap. En daarbij de training ga ik doen, denk ik. Ja, dan kan je weer healen en dan kan je hem energy ballen. Want de eerste burp moet hij sowieso slapen. Ik denk dat ik beter gewoon Giga Drain kan blijven doen. Ook goed. Kijk, hij wordt nu wakker en doet damage op mij. Vermoed Terra Blast. Ja. Dan krijgt hij nog de boost van. Ja, misschien was het toch wel inderdaad handig om Giga Drain te doen. Alhoewel, ik denk Energy Ball zou hem ook wel killen. Ja. Nou. Lakering, je bent in ieder geval klaar met de league. Nou, dat wordt 2 tegen 6 zometeen. Is niet al te best. Dat is zeker niet al te best. Klap eens in je handjes, Gita. Ja, klap maar in je handjes. Blij, blij, blij. It's the final countdown. Bidi bidi. Bidi bidi. Bidi bidi. Ja, dan heb je nog dialoog. Nutteloos dialoog. Leuk. Leuk, Frank. Hey, het einde is niet zo belangrijk, hè, Milan? Het is de journey daar naartoe. Ja, het is goed met je. Zullen we anders de volgende keer die ene Pokémon-film kijken? Hoe heet die ook alweer? Ja, The Power of Us. The Power of Us. Zullen we dat de volgende keer kijken in plaats van dit? Dan ruilen we gewoon het pijnlijke moment in voor The Power of Us. Dat maakt het wel minder... The Power of Us is één groot pijnlijk moment. Ja, maar dat is minder pijnlijk dan de cage matches. Even kijken. Linking Battling. Moet ik nog healen of gaat het automatisch? Nee, je wordt automatisch. Oké, en dan moeten we nu double battling kiezen. Vanuit Paul, dankjewel jongens. Leuk. Leuk.
moet ik nog de regels kiezen ook. Om het nog erger te maken. Oké, okay, dan moet ik even... Ja, maakt het uit of ik jouw scherm weg doe of... Ja, je mag helemaal niet zien wat ik allemaal voor geheime tactieken gebruik. Oké, okay. Ik zal je scherm ook wel weg doen. Dan weet ik niet welke je links en welke je rechts plaatst. Dat is wel de verrassing. Dat is wel echt super. Even kijken hoor. Zo, wat was je snel klaar met de keuze? Leuk, leuk. Kut. Nou, ik ben wel benieuwd welke ik heb gekozen. Yo, je hebt Huts gekozen. Dat is wel vet. Dit is wel een hele coole Pokémon. Kijk. Hey, die tactiek ken ik. Nee. Daardoor ging mijn Pokémon dood de vorige keer. Komt de spoor dan op mijn Corviknight? Ja. Kijk. Nou, ik zou ook niet gaan switchen, dus... Wat een tyfus onzin zeg, jezus. Holy shit. En ik crit nog ook, jezus. Ik moet echt achter. Jezus. Dat je zo wil winnen. Je kan nog de resten lijzen. Ja, blijkbaar had die Amoongus Terrestrialized Fighting. Ik heb helemaal geen fighting move. Nee, maar dat is dan voor cover. Ja. Dat is toch wel handig. Oké. Okay. Oei. Nou. Als schijntroost zou ik wel Home Claws doen. En dan maak je alsnog één Pokémon van me af. Kijk. Oh. Hij is niet eens dood. Oh. Wel geparalyzed. Oh my god. Dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Oh my god. Easy winning. Fuck, ik haat paralyzation. Echt. Oh. Haha. Fuck you. Nee, Torterra. No. Ja. In ieder geval kan ik wel nog een stukje langer het muziekje horen. Nee. Daar ben ik wel blij mee. Even kijken, wat gaan we tegen je ding gebruiken? Oh, ik weet het al. Ken je deze nog? Helaas. Diep in de zee. Godverdomme. Nog even voor de funny. Voor die joking. Kijk, komt de bounce? Kijk of je de substitute breekt. Oh. Ja. Oh,
Oké. Okay. Maak me alsjeblieft af, dit duurt te lang. De aflevering duurt al langer dan een uur. Oké, sorry. Ik zal het wel afmaken. Wil je nog de restelijzen? Nee. Oh. Mag ik de restelijzen? Je moet gewoon opschieten. Oké. Okay. Gaan we nog even de hardstyle drum bass horen. Natuurlijk. Yep. Nou ja, dit is wel de snelste manier. Dat is waar. Dat is het einde van de serie, Nando. Nee. Kunnen we niet nog de DLC doen? Nee, we kunnen niet nog de DLC doen. Oké, dat is spijtig. Maar we moeten wel eens even gaan nadenken over de volgende serie die we moeten gaan doen. Ga je het jong leren tussen mij, Mike en Sandring dan? Ja, ik wil wel nog wel. Of jij moet niet meer willen, dat kan ook. Maar ik wil nog wel een keer een serie met jou doen, hoor. Oké. Okay. Dat klinkt niet te enthousiast, laat maar. Nee, ik wil even. ik zat te denken dat jij nu een serie met Sandring. Ja, het is ook niet voor nu, hè? Het is ook niet voor nu. Oh, maar voor later mag je me wel vragen, hoor. Ja, voor later mag je me wel vragen. Nee, ik doe niet meerdere series tegelijk opnemen, want dan gaat niet goed. Nee, dat denk ik ook voor je eigen. Ja, hoe noemen we dat? Voor mijn schema en voor mijn gemoedsrust is dat niet anders. Dat, exact, dat wilde ik zeggen. Ja. Precies. Ja. Je haalt de woorden uit mijn mond. Maar het was wel super gezellig. Ja, zeker. Ik vond het echt een van de hele vette series. Jammer dat hij een beetje als anticlimax zeg maar eindigt. Want ik had echt gehoopt dat het gewoon een 6v6 zou zijn. Dat was echt heel ziek geweest dan. Ja. Maar helaas mocht het niet baten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios, amigos.